thumbnails, ook wel een miniatuur of een miniatuurafbeelding genoemd. Het is het eerste beeld dat een kijker ziet, nog voordat hij op de playbutton heeft geklikt. Nog voordat je video dus wordt afgespeeld. Het is ook het plaatje dat het meest over het hoofd wordt gezien om iets mee te doen. Een ondernemer die heel veel aandacht en zorg besteedt aan de thumbnails van haar video's is Katinka Michels van Power to Bloom. En met haar bedrijf helpt ze Nederlandse en Vlaamse ondernemers om een online business op te bouwen. En ik vraag haar in deze video op welke manier zij video's maakt om haar bedrijf te laten groeien, maar ook hoe zij de thumbnails voor haar video's maakt. Katinka, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, blij dat ik gevraagd ben. Ja, vertel, hoe belangrijk is het eigenlijk voor jou om zelf video's te maken? Of eigenlijk om überhaupt video's te maken? Wel, video vormt een heel groot deel van mijn business. En ik hou van video's om twee dingen eigenlijk. Enerzijds heb je de openbare video's die toch voor je marketingdoeleinden zijn. En dan vind ik video eigenlijk bijna cruciaal. Omdat het internet is toch een beetje afstandelijk. Dus als mensen je nooit zien, ja, dan leren ze jou nooit echt kennen. Ik mag nog zeggen van ik ben de meest praktische coach als je dat schrijft. Of als je iemand in de ogen kan kijken en dat kan zeggen, dat komt heel anders over. Dus echt om die no-like-trust relatie te gaan opbouwen, vind ik eigenlijk video onontbeerlijk. Maar dan anderzijds vind ik video's in mijn cursussen, dus eigenlijk de niet-openbare video's, ook weer cruciaal. Omdat er zijn verschillende leersystemen die de ene en de andere persoon beter bevallen. De ene leest liever, de andere ziet je liever. En ik zal in elke cursus, of dat dan nu gratis of betalend is, altijd ook video's steken. Dus ja, voor mij is het onontbeerlijk. Ja, en kan je iets zeggen over wat de video's, of tenminste je openbare video's, jou opleveren? Ja, dan levert mij dus inderdaad die no, like, trust veel meer op. Het levert me ook op dat ik een herkenbaarder merk word, omdat ik natuurlijk de video's ook bewerk en daar een beetje dingen, branding dingen overheen gooi, zodat het ook een sterk herkenbaar merk wordt. Maar wat het vooral ook oplevert, is veel tijd. Ik vind je marketing is een groot deel van je business en eigenlijk wil je dat niet, want je wil met je core business, het coachen van je klanten, bezig zijn. En dan vind ik video iets dat je veel sneller maakt dan dat je bijvoorbeeld een heel blogartikel gaat schrijven. Dus het bespaart ook heel veel tijd in business. Super, ja. Veel ondernemers die hikken daar enorm tegenaan, omdat ze het heel erg spannend vinden. Heb jij nog een tip voor ondernemers? Ja, ik begrijp dat dat spannend is. Want als je jezelf ziet, ik heb dat nog steeds, dan vind ik dat ik heel niet mooi praat, dat het niet mooi Nederlands is. Of dan denk ik van, oei, ik had mijn haar moeten verven. Je bent zo kritisch op jezelf. Dus ik weet dat het heel eng is om op beeld te komen. Wat aan mij helpt om me daarover te zetten, is te bedenken van, kijk, ik heb een boodschap. Ik wil ondernemers vooruit krijgen. En eigenlijk is dat veel belangrijker dan hoe dat mijn kleine ego zich eigenlijk bang voelt. Ja, ja. Ja, dus je moet eigenlijk gewoon je kijker en je klanten centraal zetten. Eigenlijk als je dat doet en jezelf vergeet, ja, dan durf je wel natuurlijk, hè, als je dat belangrijker vindt. Ja. En eigenlijk, ja, moeten we dat doen, hè? Ja. Dus gewoon gaan met die banaan, hè? Ja, heel goed. jij hebt echt een heel eigen en herkenbare stijl. Eigenlijk in alles wat je publiceert en wat je deelt. Op internet, op je website, je afbeeldingen, maar ook in je video's. En dat maakt alles heel herkenbaar. Echt helemaal, je ziet zo dat het van jouw hand is. Ja. En jouw kennende heb je daar vast ook een systeem voor om dat op een goede manier te doen en op een consistente manier?
Ja, eigenlijk zeg je het zelf al, hè. Consistentie is eigenlijk daarin cruciaal. Dus mensen leren je kennen doordat je consistent altijd diezelfde kleine beelden of friezeltjes of logo's of bannertjes gebruikt. En inderdaad, op mijn video's doe ik dat net hetzelfde. Daar zal altijd die mooie zelfde banner op komen of een bloemetje of een ballonnetje dat verschijnt of een veertje. En dat maakt dat mijn uitstraling meer overkomt dan dat je mij gewoon nu blank op video ziet. En ik doe dat met PicMonkey, dat is eigenlijk een gratis software. En ik gebruik altijd datzelfde kleurenpalet, altijd diezelfde lettertypes, altijd diezelfde filters en dezelfde overlays. En ja, eens dat je dat kent, gaat dat ook zo snel. Ja. En ja, dat is eigenlijk het systeem. Het is heel eenvoudig hoor, er zijn geen grote geheimen. Nee, want stel dat kijkers nu denken van, nou, dat wil ik ook wel onder de knie krijgen en ik wil ook zo'n eigen uitstraling creëren. Ja, dat vind ik heel leuk dat ze dat willen doen, want dat gaat hen ook onderscheiden van anderen, hè? Want we hebben allemaal concurrenten, maar we hebben allemaal een eigen uitstraling, een eigen vibe. En als je dat veel duidelijker kan gaan maken, ja, dat gaat heel veel opleveren qua onderscheiden. Dus ik doe een webinar, een gewoon gratis webinar, ook zonder pitch of niks. En eigenlijk doe ik dat omdat ik net wil dat ook mijn concurrenten zich gaan onderscheiden van mij, zodat we echt elkaar, ja, naast elkaar kunnen bloemen en de power to bloom hebben. Ja. Dus ze kunnen gratis aanmelden voor het webinar. En ja, daar leer ik eigenlijk alle stappen om bijvoorbeeld ook een e-book cover te maken, een werkboek. Al die dingen die ik gebruik, ook een thumbnail bijvoorbeeld. Hè, dat is ook iets waar dat ik me in kan uitleven naar video's toe. Dus dat ga ik allemaal voordoen in dat webinar. Oké, nou, super. Dus wil jij leren hoe je zelf thumbnails maakt voor je video's? Schrijf je dan in voor het webinar van Katinka. Neem van mij aan, als je een webinar van Katinka volgt, dan ga je hoe dan ook heel veel nieuwe dingen leren. Katinka is een echt gullegever, dus schrijf je direct in door op de link onder deze video te klikken. En ontdek hoe je zelf de mooiste afbeeldingen maakt voor jouw video's en je website.